Mijn man. Blijf hier. Hej, är det här rätt adress? Jag tänkte, är det här familjen Fischers hus? Familjen Fischer. Fischer, yes. Ja, vad bra. Nu är jag här. Skilla Nilsson. Trevligt att träffas. Oj, vad fint det är här. Hej, hej. Hej, hej. Okej. Här är mina papper. Wat doet ze hier? Ze komt hier wonen, volgens mij. Wonen? Det är nog ett missförstånd. Ingen har visst att jag skulle komma. Det är skitkonstigt. Skolan har ju kontakt med dem. Ja, jag vet. Ze zijn ook niet in het hotel. Ja. Jag fattar ingenting. Misschien is ze wel van de geheime dienst. En zit ze hier op de bank een aanslag voor te bereiden. Jag tänker i alla fall inte åka hem idag. En jättegullig kille här. Ja, of ze wil geld. Als ze al niet genoeg in die handtas van haar zit. Mm-hmm. Het is echt een heel duur merk. Met een wachtlijst. Okay. Ik sta verdomme op 30. Skula. Wacht even. We just decided it's better if you leave. I'm sorry, you can go to the Rose Garden. No, not sorry. You have to go now. Lief! Au revoir! Auf Wiedersehen! Ja, hier maar. Ja, go! Wat ga jij doen? Pippi Langkous het huis uitzetten. Hey, hey. Hey. Dat is Zweeds. Dit is van een school. Met ons adres. Barbara heeft dit waarschijnlijk geregeld. Ik heb al gebeld. Ze zijn niet in het hotel en de telefoon staat uit. We don't know anything about this. When did you make this appointment? Jag är jätteledsen, jag förstår inte. Men du kanske kan hjälpa mig. Dat zeg ik, ze komt uit Zweden. Verstaat ze geen Engels? Lite. En daarom zet je haar het huis uit. Iedereen kan toch gewoon met zo'n papiertje aankomen als ze onderdak nodig hebben? Ze kan toch gewoon naar de Rozenboom? Sinds wanneer bepaal jij dat? You can stay, oké? Maar du är faktiskt jättetrevlig. Kom, ik zit daar.